Ein Rundrennen, 3 Kilometer. Hörchen Kahn, nehmen die 4, wo steht das 4? Ja, Bart heeft een persoonlijk record van 6:24:87 en Chris 6:23:35. Als je gaat de eerste ronde gaan, 29:6. Goed waard de eerste ronde. Van de zijde, maar ook dit huisjekaar gaat zich even later zien in de marathon. Dit is natuurlijk de man die in Nederland vertegenwoordigt, de massastart, de World Cups. En door nu op de 1000 meter in 1800 meter, voetbal in 1800 meter, 4. Ja, en zoals al gezegd, lijkt het kwart nog voor 10 te pakken. En dat is ontzettend mooi initiatief waar de krachten worden gebundeld om samen de marathon te pakken. Rondjes 130 seconden voor Huizinga. Komt er nog een bij? 33 minuten ronde voor Huizinga. Van Mol 36. De ronde tijd 1:52. 4 minuten meter, Huizinga, 2:19:2, rondetijd 30-1, Van Mol, 2:23:2, rondetijd 30-8.
als ik naar de inline skater die op jonge leeftijd naar Colombia ging om op beter te leren inlijnen. Dan gaan we naar de Canyon. Weg naar de 4200 meter, nog 2 ronden te gaan. 5-25-2, 135-7. En voor Bart, 5-34-1, 135-32-7. Dames en heren, neemt ze mee in die laatste ronde, zo weg naar de bel. meter, Huizinga, 5-57-8, 132-5. En van Bartmol, 6-0-7-6, 133-5. De eerste eindtijd van deze 5 kilometer, Chris Huizinga, 6:31.06. En hier is Bartol in 6:41.83. Go to the stars. Ready?
aantal van Bart de Vries. 2:51.500 tijd 30 minuten. Voor de extra 2:51.900 en 8. Nou, de lijst vorig jaar tot zijn eigen verbazing. Tweede op het Nederlands kampioenschap Allround. Start. Ready?
klaar onderweg. Welkom, Schouten. 9-5, daarvoor Erik, 9-5. En dat is opnieuw een hele mooie loting, want deze heren zijn nog meer aan elkaar klaar dan net. Het verschil is slechts 400ste in de VR. 6-27-50 voor Renko, 6-27-46 voor Thomas. Stop de bal.
naar de verschillen. Ruim 4 seconden voor Remco Schouten. Nu 5:39 de doorloop. 31:5 de ronde. Voor Geerding 5:37. Rondetijd 1:39. U kijkt naar Bob de Vries tegen Mats Stoltenborg. We zijn zojuist begonnen aan de vierde rit op deze 5000 meter. Dat betekent dat we zo'n beetje halverwege het programma zijn. Nog niet helemaal. Totaal van 9 ritten. In de laatste rit straks Sven Kramer tegen Patrick Roest. Een koningsrit. Maar deze man, de man in het oranje Bob de Vries, was toch ook al eens Nederlands kampioen. En dat was in 2010. En niet vergeten, het OKT, het Olympisch kwalificatietoernooi, ligt ons ook nog vers in het geheugen. Was het niet dezezelfde Bob de Vries die toen Kramer erop legde? Dat was eigenlijk sensationeel. En af en toe heeft hij van die dagen. Maar hij is ook inmiddels 34 jaar. Bob de Vries uit de Houlen, daar komt hij vandaan. Gestart tegen Mats Stoltenborg. Dat is de man in het rode pak die we vooral kennen als marathonschaatser. En toch ook wel specialist op de 10.000 meter. En beide mannen noteren nu goede doorkomsttijden. Er is natuurlijk al gereden. We hebben 3 ritten gehad. En de beste tijd is gereden door de broer van deze man in het oranje. Bart de Vries is de broer van Bob de Vries. En die heeft 6:26:64 gereden als beste tijd op dit moment. Nou, toch vallen de tijden in de breedte een beetje tegen. En vooraf was de verwachting dat je toch een tijd moet rijden dik onder de 6:20 om bij die top 3 mannen. En dit is de warming-up van Jorrit Bergsma. Om bij die top 3 mannen te zitten voor de weken afstand. Kijken we naar de laatste wereldbeker hier. Waar de Rus Semerikov het baanrecord pakte. En dus Roest en Sven Kramer verwees naar plek 2 en 3. De derde Nederlander was daar Douwe de Vries in 6:13. Dus er moet sneller worden gereden. Maar is het een indicatie? De ritten die we tot dusver hebben gezien. Bart de Vries reed die 6:26. En die tijd van de Vries is toch te vergelijken met de tijd die hij in Heerenveen reed bij dat kwalificatietoernooi voor de wereldbekerwedstrijden. Toen reed hij 6:27. Maar goed, bij de wereldbekerwedstrijd hier in Heerenveen werd er weer zoveel sneller gereden met uiteindelijk het baanrecord voor de Rus Semerikov. Hij mocht uiteindelijk naar de Olympische Spelen, deze Bob de Vries. Maar stelde daar toch teleur. Hij werd 15e op de 5 kilometer. Dat was een grote teleurstelling voor hem. Ja, de stemmen gingen ook op dat hij gewoon een andere voorbereiding had moeten nemen. En niet met die Nederlandse ploeg zo lang in Korea had moeten zitten. Gewoon langer thuis op zijn boerderij bij zijn kinderen. Want hij liet daar niet zien wat er in het lijf zit. Hij rijdt nu heel vlak. Je ziet dat hij moeite heeft met rondjes onder de 30. Dus worstelt met 32, 34 en gaat nu naar de 36. Dat is niet snel genoeg, Martin. Nee, met die laatste 5 ronden. Je moet echt onder de 30 seconden rijden. Wil je vandaag een kans maken op een top 3 klassering? Kijken we naar dat wereldbeker kwalificatietoernooi, wat je noemde. Daar was de 5e tijd van Marcel Bosker in 6:18. En dan moet je allemaal rondjes rijden onder de 30-0. Want hij versnelt nu.
En misschien gaat hij hetzelfde laten zien als de Russen die ons zo verrasten bij dat Wereldbekerwedstrijd 2 weken geleden. Die versnelde vanaf de 3 kilometer. Iets wat wij niet zo vaak zien. Dat zagen we trouwens ook bij zijn broer Bart. Bart de Vries bewaarde ook het beste voor het laatst. Dan zou hier nu de eerste 29er moeten komen. En het wordt een 30-4. En je ziet ook dat hij moeite heeft. Hij is wat wisselvallig, maar heeft natuurlijk wel een scherp persoonlijk record. De 16 uit 2017, gereden in Calgary op een hooglandbaan. Het is Roest, de man die zijn baanrecord dus alweer kwijtraakte. Na zijn indrukwekkende race tijdens die kwalificatiewedstrijden voor de Wereldbeker. Semerikov was 200ste sneller bij de Wereldbeker in Heerenveen. En Roest was vanochtend bij de training ontspannen. Gaat een mooie rit worden. Er zit nog een duel tussen. Roest tegen Kramer, rit 9. De oude meester tegen misschien wel zijn pupil. Want Kramer heeft hem veel geleerd in al die jaren. Misschien wel iets te veel, zei hij zelf. Maar eerst even deze Bob de Vries. Het zal een strijd worden tussen deze Bob de Vries en zijn broer Bart om de snelste tijd. Dan gaat hij zijn broer de loef afsteken. En heeft hij in ieder geval een vlakke race gereden. Dat zeker. Een man die in zijn carrière veel heeft gewonnen. Bekendheid kreeg door het marathonschaatsen. Kramer is nog aan het warm draaien. Nederlandse titel op kunstijs gepakt. Nederlandse titel op natuurijs gepakt. Diverse keren de cup gewonnen. En ook al als Nederlands kampioen op de 5 kilometer. Maar dat gaat hij vandaag niet redden. Wel is hij de snelste van dit moment. 6:23:27. Vlakke race. Maar gemiddeld rondetijden boven de 30 seconden. Stoltenborg in 6:31:35. Ja, we verwachten natuurlijk dat het sneller gaat. Maar misschien zijn de omstandigheden wat zwaarder. Altijd lastig, maar je moet onder de 26. Dat is wel wat de schaatsers zelf ook duidelijk maken. En vervolgens, daar staat Beuner nog de mislukte kruising uit te leggen aan Sven Kramer. Het is hem ook wel eens gebeurd dat de kruising niet lekker liep. Maar hij won hem ook 4 keer de 1500 meter op de enkele afstand. In totaal pakte Kramer 20 afstand titels, waarvan 10 5 kilometer. Hier staat inmiddels Erik-Jan Kooijman gestart tegen Marwin Talsma. Kooijman van dezelfde lichting als Kramer, maar met een totaal andere route. Kooijman is ook 2 minuten. Kooijman draaide niet zo lekker. Was erbij in november hier in Heerenveen met 6:21. Daarmee werd hij 7e. En alleen de top 5 plaatsen zich rechtstreeks voor de wereldbekerwedstrijden. Kooijman, 600 meter. 49, maar Kooijman stond een jaar geleden wel op het podium. Hier de nieuwe bondscoach. De man rechts, de man links kent u ook nog. Bob de Jong. Ja, die is niet van China. Jan Koopmans, ruim 30 jaar werkzaam geweest in Duitsland voor de Duitse schaatsbond. Is geen onbekende in de wereld. Voor het grote publiek nog wel een onbekende, maar dat zal gaan veranderen de komende maanden. Want er wacht hem toch een zware taak. Hoe krijg je alle coaches van commerciële ploegen op één lijn? Hoe zorg je ervoor dat je wel zelf de baas blijft? Hij moet voor eenvoud en duidelijkheid gaan zorgen. Dat is lastig in de schaatswereld. Ja. En ga je voor een ploeg die over 4 jaar goud gaat winnen? Of kies je ieder jaar voor de best mogelijke combinatie? Dat is aan jou, Koopmans. Een rondje 29-6 voor Erik-Jan Kooijman. Die dus wel is begonnen met de 29ers. En die zal je nodig hebben.
En hij moet ook beter rijden dan bij die wereldbekerkwalificatie. Was toen net vader geworden, zoals ook Douwe de Vries. Jorrit Bergsma, Sven Kramer, noem ze maar op. Ja, dat was een babyboom beetje geweest. Dus toen had hij nog een reden waarom het presteren wat tegenviel. Oeps, nu al naar de 30er alweer. Ja. En als hij nu alleen nog maar 30-0 zou rijden, dan zou hij uitkomen op 6-18. Dus het meelezen van rondetijden en het eindschema is op de 5 kilometer niet heel erg lastig. Het is een man die één tempo heel lang vol kan houden. Wat dat betreft is het jammer dat de 20 kilometer niet op het programma staat. Hij is houder van het werelduurrecord. En als hij eenmaal de cadans te pakken heeft, dan houdt hij dit lang vol. Lage 30er. In tussentijd dus de snelste van allemaal. Een mooi 30-01, 30-04. 6 ronden nog. Op het kwalificatietoernooi was hij in staat om de 3 kilometer te ronden. In 3:48, een tijd waar hij nu ongeveer ook op zit. En toen verloor hij in die laatste 5 ronden dus te veel ten opzichte van het schema. En een Erik-Jan Kooijman in goede doen moet in staat zijn om juist die laatste ronde nog iets te versnellen. Er is na het kwalificatietoernooi nog een trainingskamp geweest op de Canarische eilanden om nog extra nadruk te leggen op dat duurvermogen, op het doorbloeden. Hier zitten we op die 3000 meter, 30-3. 3:48, net als bij de kwalificatiewedstrijden. En nu moet hij onder de 30 blijven eigenlijk. Vorig jaar dus een podiumplaats achter Kramer en Bergsma. En daar zou hij vandaag voor tekenen. Neemt u dat voor mij? Want inmiddels is daar roest bijgekomen. Die ongenadig uithaalde aan het begin van dit seizoen. 30-3, dit is wel oké. Vries mijn 100ste. Maar hij is hem recht en een beetje aan het duwen, aan het steppen. Ik heb nog geen enkele schaatser makkelijk zien rijden op de 5 kilometer. En geen enkele rit. Het is allemaal werken. Moet je dan concluderen dat het, zoals dat heet, werkijs is? Werkijs, dat is een groot woord. Het is geen assen zoals vroeger, maar het is misschien iets zwaarder dan het verleden. Maar het ritme gaat toch omhoog bij Kooijman met nog 3 ronden te gaan. Hadden we maar werkijs in assen, er ligt helemaal geen ijs meer, Martin. Nee. Hij heeft wat moeite om dat ritme de bocht hoog te houden. Hoe dan ook, de 5 kilometer zal spektakel opleveren. De laatste rit dus Kramer tegen Roest. Ongeacht de eindtijd wordt dat een prachtige strijd. 2 ronden nog. 2 rondjes, inderdaad 36. Hij zit nu boven de 26. Wel en dan sneller zit hij dus op zijn schema van november. Hier de warming-up. En kijk eens, de vader van Patrick Roest komt hier in het Weilorkest spelen. Dat is ook wel opmerkelijk voor de wereldkampioen Ronald Roest. Die daar samen met Kramer de laatste warming-up doet. We gaan naar de bel. Snelste tijd is van Bob de Vries, 6:23. Daar zit hij onder. Kooijman, 30-8, zit op een tijd van 6:21 misschien. Of 6:22-0. Ja, dan evenaat hij zijn prestatie van eerder dit seizoen. Talsma heeft bijna een halve ronde achterstand. Hier komt in ieder geval een nieuwe beste tijd voor dit moment. 6:22-01. Met de slotronde van 30-8. En Talsma komt eraan en die is helemaal kapot gereden. Die heeft toch ook in zijn benen 6:20 gereden in Insel. Maar nu 6:36-53. Marwin Talsma, de nummer 9 van dit moment. En Kooijman leidt de dans gelijk aan de snelste tijd van dit moment, die van Kooijman. Ready. Dus de lat ligt nog weer ietsje hoger.
Schouten reed al 6.21 dit seizoen. Was een fractie sneller dan Jansman op 2 november. Maar heeft ook alles geschaatst in Salt Lake City in december 2017. En toen reed hij 6.16. Schouten is een alleskunner. Vooral goed op de Maastart. Vooral goed op marathons. En dan maakt de afstand niet eens zoveel uit. Is het 100 kilometer? Schouten zit voorin. Is het 200 kilometer? Schouten zit voorin. Is het een massastart over slechts 16 ronden? Schouten kan ze winnen. 5 kilometers kan die ook. En dan is er een nieuwe lichting. Jansman. Ja. Ja, dat is er ook een. Wordt getipt, hè, door de marathonrijders. Technisch goed en gewaagd. 29-7. De rondjes komen makkelijk bij Jansman. Geboren in Hellendoorn. Vorig jaar zijn eerste deelname op de 5 kilometer. 18e. Nog onopvallend. En dit seizoen vooral opvallend in de marathons. Niet zozeer door het aantal overwinningen, als wel door zijn manier van schaatsen. Aanvallen, nog eens aanvallen. Hij heeft het juk van sprinten afgeschud. Jansman is niet een man voor 500 meters en heeft op een gegeven moment gezegd, nou weet je wat, ik ga me richten op de lange afstanden en dat pakt dit seizoen buitengewoon goed uit. Inmiddels wel dertigers. Dit is Douwe de Vries. Hij is de oudste van het stel. 36. Twee keer op het podium met brons 2015 en 16. Maar dit is lekker voor Schouten dat hij inloopt op Jansman. Al is het maar 500ste. Maar de tussentijden zijn te langzaam en ja, Schouten beweegt nu al niet zo makkelijk in die bocht. Ik heb Schouten ook op mijn lijstje outsider staan. Ook omdat je hem graag in die wereldbeker en WK-ploeg hebt voor die Maastart wat je net al noemde. Ja, hij is redelijk trefzeker op de Maastart. Heeft misschien niet de vlijmscherpe sprint. Zoals de Koreanen dat hebben, maar hij kan een gaatjes dichtrijden. Ja, hij is wel slim ook, tactisch. Is nu 14e sneller. Schouten is een kilometer vreter. Harde werker ook. En de ploeg van Adema heeft ook wat succesjes nodig. Want in het aanloop van het seizoen gaat het niet zo lekker. Hier zit de technische staf van de KNSB. 2600 meter voor Kans Jansman. 34 voor Jansman, 32 voor Schouten, die inderdaad zich weer terugvecht in de race. Maar Jansman rijdt er 4 rondjes, 34. Maar het gaat toch niet snel genoeg al met al. Het gaat nu pas beginnen, we gaan naar de 3 kilometer. De snelste 3 kilometer tijd was van Kooijman in 3.48.9. En die noteerde een 30-3 als rondetijd. Die 29ers komen niet makkelijk hoor bij de schaatsers. 30-27 voor Jansman. En Schouten gaat naar de 30-4. Nou, dit zijn ook schaatsers die zich via de 5 kilometer... Jansman er niet, die is al geplaatst. En Schouten ook. Je moet je nog plaatsen voor de 10 kilometer. Dus als deze mannen wat langzamer rijden, is dat gunstig voor Erik-Jan Kooijman. Die misschien wat meer zijn pijlen heeft gericht op die 10. Het is een vlakke race hoor van Jansman. En Schouten heeft het geprobeerd, maar moet toch zijn meerdere, zo lijkt het, erkennen in Jansman. Hij won ooit de alternatieve Elfstedentocht, Schouten. En een mooie natuurreiswedstrijd in Nederland staat allemaal al op zijn erelijst. En de Nederlandse titel, die hij moet verdedigen. Ja, nu eerst dag. Schouten 4, 53, 3, 105.
Het verschil met het schema van Kooijman blijft schommelen rond de 2 seconden. En waar moet Jansman dat ergens dicht gaan rijden? 2 seconden boven de tijd van Erika Kooijman. Met nog 2 ronden te gaan. Kooijman reed hier rondjes 30-6, kwam door in 5-20-32. Maar dat gat is te groot. Nee, dat is 30-5 voor Jansman. Het is wel binnen de 2 seconden. Maar Kooijman stort er niet in. En dan gaat Jansman in een rechtstreeks duel afrekenen met Schouten. Inderdaad, vooral een man van de massastart. En dan heeft Schouten nog wel een sprintje in de benen, want dat zit nu eenmaal in zijn bloed. Probeert hij, maar dat Jansman komt te laat. Ja. Ja, dan heeft Schouten nog wel de binnenbocht. 30-2 en 30-5. Dan moet hij seconden goed maken. 1,1. Dat is een metertje of 14. Ja, maar Schouten is een rare. Als Schouten ergens een tegenstander ziet, hier komt dat winnaarsbloed in hem naar boven. En dan zit hij steen kapot. Dan zit hij steen kapot. En dan gaat hij het niet redden. Want Jansman die voelt de hete adem. Kijk eens hoe dicht hij nog bij Kooijman komt. 6:22.99. Dat is minder dan een seconde geworden uiteindelijk. Opgejaagd door Schouten. Die besluit in 6:24.26. En zo blijft de tijd van Kooijman overeind als beste tijd. Jansman is tevreden. Een knikje naar Ron Nijman, zijn trainer. Ja, het is net even boven zijn persoonlijk record. Kramer met de laatste aanwijzingen. Tienvoudig Nederlands kampioen. En Roest, voor hem moet het eigenlijk allemaal nog beginnen. U zag het. Oscar, niet helemaal fit geweest deze week. Zat tegen dat griepje aan. Griep eerst weer in Nederland. Hij is helemaal fit. Tegen Jorrit Bergsma. Die ook al eens kampioen was op de 5 kilometer. Go to the Hij was de laatste. Laten we zeggen, niet Sven Kramer, want die won 6 keer op rij. En daarvoor was het Jorrit Bergsma in 2012. Ready. Kemkes, ook weer eens in T11. Er zal ook de verrichtingen van Bosker volgen. Zijdelings betrokken bij deze ploeg. Maar Kemkes wil niet meer op het ijs. Die tijd is geweest, zegt hij. Die spanning, die mist hij niet. Voor Bosker is dit wel een dag waar hij veel op kan verliezen. Vorig jaar derde op het WK-round. Medailles op de EK afstanden. Hij moet zich nu plaatsen. En als je dan in de aanloop van zo'n toernooi niet fit bent, kun je dit weekend heel veel verliezen. Maar Forsen won al een wereldbeker. Hè? 10 kilometer. Jazeker, in Polen. 28-6. Snelle start van Bergsma. Boske, verstandig. 29-48. En eigenlijk moet Bergsma een tijd zetten. De nummer 2 van vorig jaar. Trouwens, 5 keer tweede op rij. Achter Kramer. Nou, zo snel een veelbelovend begin. Ja. Zo snel is hij nog nooit geopend. Bosker moet zich niet van de wijs laten brengen. Die moet echt zijn eigen schema gaan rijden. Inderdaad, brons op het EK afstanden vorig jaar. Het Olympische jaar. Gereden in Colombia. Lage 29er voor Bergsma. Ja, de statistici praten er al over. Er wordt al te lang door de Nederlandse toppers tussen de 16 en 14 gereden. Ja, en dan gaat het een keer gebeuren dat een buitenlander dat barenkort pakt. Dat is gebeurd bij de wereldbekerwedstrijd hier door de Rus Semerikov. Die in deze fase beduidend langzamer was. Ja, die kwam door in 2:17.07. En kijk eens, daar staat 2:15.37. Zegt wel iets, maar nog niet alles. Want Semerikov
die knalde er nog een 28er uit in de finale. Ja, nog een paar. Die knalde er nog drie achter elkaar uit. Die ging versnellen vanaf de 5 kilometer. Eigenlijk toen iedereen een beetje in slaap sukkelde, ook op de tribunes, kwam Semerikov tot leven. Daar ging Roest de baan op. Nog een 29er. Ja, 29-48. Mooie vlakke race voor Bergsma. Boske rijdt ook goed voor iemand die zichzelf niet lekker voelt. Boske is nog een van de weinige schaatsers op de Nagano-messen. Een oudere zwarte schaatser. De rest is eigenlijk iedereen overgestapt. Bergsma. Dat is een kat door die bochten. Bijzonder verfijnde timing. 29-68. We zijn over de helft. Maar ook een rondje onder de 30 seconden voor Boske. Steeds goed hoor. Kunnen vergelijken met Semerikov, maar ook met de 609 van Patrick Roest. Die nou ronde toen in 3.43 op de 3 kilometer. 3.43.10 precies te zijn. 3000 meter voor Bergsma. Daar zit hij dus wel een fractie boven, maar nog steeds onder de 30 seconden. 3.44.22 en Boske ook nog onder de 30 seconden. Ook Bergsma zal op 1 januari meedoen aan de Nederlandse kampioenschappen marathon schaatsen. Trouwens in Groningen gereden, op Kardingen. Ja, 29.57. Hij gaat wat agressiever bewegen. Dan moet ook Boske nog steeds onder de 30 seconden. Zit op een tijd die hem onder de 6.20 gaat brengen. Ja, je pakt het baanrecord erbij. Ja, maar toen kwamen de 28ers van Semerikov. Die kwamen nu. Ja. De keizer gaat het ijs op. 10 titels. Ja, het publiek ziet hem het ijs opstappen. 29.6. Hij zit nog steeds een fractie onder het schema baanrecord Semerikov. Maar het zal de volgende ronde vermoedelijk anders zijn. Tenzij ook Bergsma, maar daar lijkt het eerlijk gezegd niet op. Nog 28ers in de been. Maar dat er een goede tijd uitkomt, dat staat nu wel al vast. En dat verrast me ook niet. Bij de wereldbekerwedstrijden werd hij vijfde met 6.12. 16. Twee ronden nog. 29.7. Goed hoor. Nu geeft hij toe op het schema baanrecord. Boske knap hoor. Als je zo'n moeilijke week hebt gehad. En het is laat. De schaatsers zijn niet gewend om op deze tijd van de dag nog wedstrijd te rijden. Dat heeft invloed op je nachtrust. Morgen een 1500 meter. Ritme blijft goed bij Bergsma. De bel. Daar Pa en Ma Bergsma. Doorkomst in 5.42. Nog steeds onder de 30 seconden. 29.67. Goed hoor. Boske. Bijna een seconde langzamer in deze ronde. Heeft het lang volgehouden. Het is 6.12 of net eronder. Dan ligt de lat hoog hoor. Daar is Bergsma binnen. 6.12.68. Daar ga je een eind mee komen. En 6.18.56 voor Boske. Keurig hoor. En kijk je naar de snelste tijden ooit gereden. Dan heeft Kramer hier 7 keer onder gereden. Maar 6.12 is gewoon een berentijd op een enkele afstanden. Eén Bergsma, twee Marcel Boske. Boske werd met 6.18.8 vijfde op de wereldbeker kwalificatiewedstrijd. Staat nu tweede. En drie van de mannen die voor hem stonden, die komen nog aan de start. To the start. Maar ik heb wel de indruk, Martin, dat de omstandigheden ietsje anders zijn dan tijdens de wereldbekerwedstrijd. En daarom schat ik die tijd van Bergsma hoog in. Maar we zullen het zien. Douwe de Vries. 36 jaar. Hij staat weer aan de start tegen Jos de Vos.
En Douwe de Vries reed toch ook al een knappe tijd bij de wereldbekerwedstrijd. Weliswaar in de B-divisie. Weliswaar in een kwartetstart. Maar wel 6:13:58 op 16 december. En dat was een persoonlijk record. En dat is toch lekker. Als je op je oude dag je beste tijd ooit neer gaat zetten. Wat dat betreft verloopt het seizoen buitengewoon succesvol voor Douwe de Vries. En moet je ook met deze man ernstig rekening houden als het gaat om plaatsing voor het Europees kampioenschap. Want hij heeft ook een goede 1500 meter in de benen. En kijk eens hoe hij begint. 28-9. En dan begint Jos de Vos weer voorzichtig. Vanmorgen bij de training gaven zijn begeleiders Peter Kolder en Oldeheuvel ook aan. Hij is eigenlijk de fitste van ons team. Over Jos de Vos. Maar die rijdt nu al op een kleine 30 meter achterstand ten opzichte van de man die steeds beter wordt. Op 36-jarige leeftijd, Douwe de Vries. En de Vos nu al de 30 is in. Valt aan, Douwe de Vries. Ja, wat heeft hij te verliezen? Nou ja, kijk naar de weken afstanden van 2 jaar geleden. Hij kan het. Ja. En hij heeft 2 keer op het podium gestaan, ook bij de Nederlandse kampioenschappen. 29-4 geeft weinig toe op het schema van Bergsma. Maar dan zal hij die 29ers vol moeten houden. Tot aan de streep. Peter Kolder. Die er niet gerust op is. Als het gaat om deze man. Die eigenlijk het hele seizoen al niet lekker draait. Wel 6:21 reed in oktober in Heerenveen. Maar op de momenten dat het moet, lukt het niet. Nog steeds 29 is voor Douwe de Vries. Maar Bergsma goed gereden. Die kan lekker kijken of het voldoende is. Bergsma ronde in 2:44. Ja, je moet Bergsma ook iets hoger inschatten dan deze Douwe de Vries. Een paar tienden per ronde levert de Vries in. Maar ook een tijd lang een vaste waarde voor de ploegachtervolging, waar hij ook al 3 wereldtitels achter zijn naam heeft staan. Hier Boske. Knap gedaan. Ook nog maar 21. Echte allrounder. Ja, je zei het al. Hij levert nu weer een kleine tiende in. En zo wordt elke ronde, de 12,5 ronde, het verschil 1-2 tiende groter ten opzichte van Jorrit Bergsma. Ja, als Douwe de Vries hier om en nabij de 6:15 kan rijden, denk ik dat hij daar voor teken doen. Laat de rest ervan. Laat Kramer en Roest het dan nog maar doen. Precies. En voorlopig. Hij moet niet veel meer in gaan leveren. Want het gaat per ronde wel omhoog nu richting de 30. Ja, als hij nu 30-0 naar huis rijdt, zit hij op de tijd van 6:15. Andere stijl hè, dan Bergsma. Hij is geblokker, sterker. Daarom kan deze Douwe de Vries zulke goede 1500 meters rijden. Maar daardoor wel meer spiermassa, meer gewicht. En daar komt hij, de eerste 30er. Je zag het al gebeuren. Zijn timing wordt wat minder goed. Dan gaat hij wat trekken en duwen met het bovenlichaam. Zijn pletje erin houden. Krijgt ook de aanwijzingen daar van Sikkel Janmaat en Ori om dynamisch te blijven bewegen. En nu is het knokken. Een kleine 1500 meter. Hier staan Ori en Janmaat. Schema erbij. 3 ronden nog. En nu mist hij net die afzet. Verliest weer een tiende. Nu al 2 seconden achterstand. Ja, de kracht van de Vries is toch ook dat hij technisch toch wel effectief blijft schaatsen. Natuurlijk, het doet pijn. Dat kun je zien aan zijn gezicht. De luchtdruk. Ja, die is gunstig.
Hij is laag. Nee, hij is hoog. Gelukkig is hoog. Lage 30er. 30-29 nu voor de Vries. Dus een oplopend schema. Maar heel voorzichtig. Dus de Vries houdt de schade beperkt. En dan gaat hij naar de tweede tijd. Achter Bergsma op dit moment. Het recht end op en Jos de Vos moet nog aan de bocht beginnen. Teleurstellend. Echt een hele goede race van de Vries. En voor de Vos, 5:55.7, 131.3. Ja, dan is dit echt het maximaal haalbare. Hele vlakke race, licht oplopend. De tijd van Bergsma, 6:12, had ik even gezegd. Nou, de tijd van Bergsma, 6:12.68. Daar zet Douwe de Vries de 6:16.69 tegenover. Uiteindelijk geeft hij een dikke 4 seconden toe, maar is wel sneller dan Boske. En dat is wel belangrijk voor dat klassement. 1500 meter telt mee voor dat klassement. En dat is dan weer bepalend voor deelname aan het Europees kampioenschap. Ja, we blijven tijden vergelijken met andere toernooien, met zichzelf. Ja, wat is dit dan? De koningsrit, dat is het. Maar moet je deze man niet de keizer noemen? En mag je de andere dan inmiddels wel koning noemen? Want kroonprins, daarmee doe je Roest inmiddels al tekort. Hij is al wereldkampioen. Hij is al sneller dan Kramer ooit was op deze ijsbaan op de 5 kilometer. Daar is zijn vader. En dan gaan die twee mannen tegen elkaar schaatsen. Go. Nou, daar gaan we voor zitten. Ready. Die prachtige stilte in Tialf, gevolgd door een oorverdovend lawaai. Want dit is toch wat we willen zien. Ja, dit is ook man tegen man. Ploeggenoten. Als je een 5 kilometer wil zien, is dit een hele mooie opening voor Kramer. En dat is gewaagd. Dat zegt alles over Kramer. Ja, je moet jezelf niet altijd te serieus nemen, zegt Kramer. Een beetje zelfspot. Op zijn tijd om alles te relativeren. En daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Hij is al de beste schaatser van Nederland ooit. Bij de mannen. Kijk eens, de snelste ronde van Roest. En bij die wereldbeker kwalificatiewedstrijd waar Roest dat baanrecord afpakte. Daar liet Kramer Roest een beetje lopen. Hij dacht eigenlijk, Roest gaat zichzelf wel tegenkomen. Maar die kwam zichzelf niet tegen. Reken ook even dan met die 3 kilometer tijd. Waar we vaak naar kijken. Daar kwam Roest met 3:41 door. En Roest blijft nu al die psychologische 3-4 lengtes voor. 1:16:14. Dat zijn toch mooie doorkomsttijden. En Roest houdt hem onder de 29. En dit is precies de ronde waar Kramer altijd wat te veel verval vertelt. Hij gaat nu van 28:6 naar 29:4. En dat is waar de ploeg hem op hamert. Deze ronde richting de kilometer moet je sneller. En nu pakt Roest weer een aantal meters. Dat is de grote kracht van Roest, de mentale kracht. Die heeft natuurlijk respect voor zijn teamgenoot. Maar aan de andere kant, hij is er niet bang voor. Rondetijden nu gelijk, 29-3. Bergsma reed hier 29-2. Dus virtueel rijdt Bergsma een beetje tussen deze mannen. Kramer versnelt. Dit wordt een hele mooie wedstrijd. Kramer versnelt. En we gaan. 1800 meter, alleen Kramer kan nog wat omhoog bij het uitkomen van de bocht. Bergsma was hier sneller in de ronde. 2,5 seconden onder het schema van Semerikov. Die natuurlijk het beste voor het laatst bewaarde tijdens de wereldbeker. Aanval alweer.
Ja, jarenlang was de winnaar van tevoren bekend op de 5 kilometer. En het is ineens weer spannend. Kramer geeft weer een paar tienden toe op het schema van Roest. Roest geeft weer een tiende toe op het schema van Jorrit Bergsma. Jo Binnis. Ja, die is 12,68. Die moet je heel hoog inschatten. Kijk naar het ritme van Kramer. Het ritme gaat omhoog. Hij gaat nu naast Roest rijden. Hij komt heel dichtbij. De snelheid is nu hoger bij Sven Kramer. Bergsma kwam door in 3.14. Daar zit Roest nog onder, zit Kramer boven. Bergsma reed hier een rondje 68, 9.68. Maar Kramer in de ronde weer sneller dan Roest. Is dit mooi. En nu komt Roest weer. Dit is zwaar hoor. Man tegen man. Dit is mooi, maar ze hebben het allebei niet zo makkelijk. Het is zwaarder dan bij de Wereldbekerwedstrijden. 3 kilometer wordt gerond in 3.43.9 op 3.44. Je moet je voorstellen dat Bergsma hier precies tussenin schaadt. Qua schema. Tussen deze beide mannen in. Zo dicht zit het bij elkaar. En Ori heeft dat in de gaten. Ze willen natuurlijk wel winnen. Maakt niet uit wie van de twee. Maar Kramer heeft door dat Roest het moeilijk heeft. En Kramer komt nu onderdoor. Kramer pakt nu voor het eerst in de wedstrijd de leiding. Kijk, de oude meester wil laten zien dat hij er nog is. 28-9. En luister naar het publiek, die hebben het door. En kan Patrick Roest mee, want Patrick Roest versnelt ook. Van 29-6 naar 29-3. Kan die ook de 28ers weer in? En als hij die 28ers door kan trekken, mogen we ook weer naar het barenkoor kijken. En dat is wat Kramer zo graag wil. Laten zien dat hij nog altijd de snelste is in Tialf. Maar Roest geeft partij. Korte prikslag inmiddels. Maar Roest is er weer naast. Een titanengevecht is het. 4.43 was de ronding van het barenkoor. En nu Roest weer in de 28. En Kramer naar 29.3. Dus het is echt een boksgevecht. Draaien ze elkaar de nek om? Of komt hier een supertijd op? Kramer moet zich terugknokken. Roest was nog niet in de knock-out. Integendeel, Roest trekt nu door. En Kramer probeert zich terug te vechten. Nee, hij redt het niet. Roest blijft voor. En het rondebord staat op 2 te gaan. Schema Bergsma, 5.13. Oh, daar zitten ze dik onder. 5.11. Rondje 28.9. Hij zit onder het schema Barenkoor. Maar toen reed Semerikov nog 2 28ers. Het kan nog. Kramer is verslagen. Kramer heeft nu 2 buitenbochten en de laatste binnenbocht. Roest gaat naar de bel. Nou, dan moeten we toch het schema Barenkoor erbij gaan pakken. Doorkomst Semerikov. 5.40.12. Bij het horen van de bel. Hier staat 5.40.25. Met een rondje 29.04. Het Barenkoor zit er niet in. Maar komt hier dan de eerste titel voor Roest? Hij zit dik onder het schema van Bergsma. Kramer is verslagen. Die heeft het geprobeerd. Heeft aangevallen. Heeft karakter getoond. Maar ja, het was de koningsrit. Het was een keizerlijke rit. Het is Roest. Roest die gaat winnen. En hoe? Nederlandse titel in 6.09.36. Patrick Roest is de nieuwe kampioen. En Kramer staat nog wel op het podium. En die derde plaats heeft hij nodig. Als kwalificatie voor het wereldkampioenschap. Maar dat... Ja, zo moet je als coach omgaan met winst en verlies. Want zo ervaart Kramer het als verlies. Als je 10 keer kampioen bent.